Nou, we zijn hier omdat we met name nu de bedrijven bij elkaar brengen en de mensen die met CEPA bezig zijn geweest en nog bezig zijn. En dan vooral op het incassogebied. Want de overschrijvingen lopen eigenlijk ontzettend goed. We zien nu dat we eind augustus zaten we zo rond de 50% ruim. Incasso blijft wat achter en daar zien we ook vertragingen ontstaan. Omdat het veel ingewikkelder is, veel complexer is. En dan kunnen met name degenen die al over zijn, en die zijn er gelukkig al, die kunnen juist hun kennis en lessons learned overbrengen naar degenen die nog niet over zijn. Nee, de grote vraag is, en ik heb hem ook in de presentatie beantwoord, hè, gaat Nederland het halen, is altijd een grote vraag. En dan zeg ik, nou, ik denk zeker dat we het gaan halen. Ik zie ook alle signalen die daarop wijzen. Het gaat goed. Dat is nog steeds de grote vraag, daar heb ik nog geen antwoord op. Tuurlijk. Wij zijn in technische zin gereed. Daar moeten nog wel wat puntjes op de i plaatsvinden in de afhandeling in de back-office. Sterker nog, met het hele SCT... De CEPA Credit Transfer, daar zijn we al live. De bedoeling is onze planning eind november dit jaar live te gaan dan. Het gaat erom spannen. Ja, nou, maar we gaan het halen. We zijn nogal afhankelijk van ons hoofdkantoor. Zelf zijn we er wel klaar voor op tijd. Alleen de vraag is ons hoofdkantoor op tijd klaar? Als ik de thermometer in de achterban steek, dan krijg ik allerlei verschillende temperaturen. Bij de een gaat het goed en vlamt het. Bij de ander leeft nog het gevoel dat het allemaal wel meevalt en er niet zoveel moet gebeuren. En daar zit heel veel tussenin. Zoals een vorige voorzitter ooit van mij zei, MKB gaat als laatste uit de startblokken, maar komt ongetwijfeld als eerste onder de finish door. Dus ik denk daar nog wel eens aan terug en hoop dat het dit keer ook zo zal zijn. Gaat Nederland het halen? Continuïteit van het betalingsverkeer staat voorop. En daar zullen we allemaal, wij de banken, de klanten en de Nederlandse bank, alles aan doen om te zorgen dat die continuïteit van het betalingsverkeer gewaarborgd wordt. En als je hem niet haalt, ja, dan zul je een alternatieve betaalmethode moeten kijken. Je kan een incasso vervangen door het versturen van een factuur. Je kan nog steeds blijven betalen. Alleen dan moet je even je betaling op de ouderwetse manier in een envelopje bij de bank afleveren. En dan gaan die tegen wat kosten dat voor je overmaken. En gelukkig kun je in ieder geval ook nu al CEPA betaling op je rekening ontvangen. Nee, ik lig er niet wakker van. Ik ben met een open mind hier naartoe gegaan. Ik heb wel wakker gelegen van dat onze softwareleverancier ook die hele grote aantallen niet aankon. Want wij kregen continu out of memory. Ik lig er nog niet wakker van. Nee. Ja, die heb ik wel gehad. En misschien gaan die ook nog wel komen. Ja, in die zin wel hoe wij de incasso's terug gaan krijgen. En of we het inderdaad allemaal goed kunnen inlezen in onze systemen. Of we niet te veel uitval hebben. Ik lig er niet wakker van, maar het staat wel hoog op de agenda. Als je nu nog moet beginnen, denk dat je eigenlijk te laat bent. Als je nu nog moet beginnen, het lijkt me een beetje laat. Maar wie weet dat het dan nog lukt. Ja. Nou, heel snel beginnen. Ja, heel snel beginnen. Dus begin aan de achterkant van het proces, zodat je incassobestanden op tijd naar de bank toe kunnen. En schouders eronder en doorpakken. Je hebt nog 3,5 maand. Het is een verandering, een hele grote verandering. De grootste in het betalingsverkeer ooit, denk ik. Hè. In 40 jaar betalingsverkeer, historie. Alles wordt compleet vernieuwd, maar tegen elke verandering, hoe klein dan ook, hebben mensen altijd weerstand. Nou, we zijn nu over de boosheidfase heen, de onderhandelingsfase heen. De apathie en de depressie zijn we ongeveer door. En we zitten nu wel in de fase dat je moet accepteren dat soms niet altijd de dingen helemaal lekker lopen. Dat je soms dingen extra moet doen. En hoe sneller je naar de acceptatie gaat, hoe makkelijker het voor je is. En het is ook helemaal niet leuk eigenlijk zo om in zo'n depressie te zitten en boos te zijn. Gewoon hup aan de slag en zorg dat je op tijd die finish haalt.